Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Het is vandaag echt een rustdag voor ons, want vandaag is Lessie. Voor de eerste keer helemaal thuis. Hele dag thuis. We hebben heerlijk uitgeslapen. We gaan vandaag thuis zitten en niks doen. We gaan gewoon lekker rustig thuis. Nessim heeft een heel drukke week gehad. Dus hij wil vandaag gewoon lekker rusten. Helemaal niks doen. Thuis zitten, helemaal niks doen. Eten bestellen, goor vies in. Oh, zo. Nou, ja, iemand wil meepraten. Dina gaat weer wild worden. We hebben wel echt heerlijk geslapen vandaag, moet ik zeggen. Zo, tot 12:30. Je zit er ook echt uitgeslapen. Maar echt, ik voel me ook uitgeslapen. Ja, we gaan even rustig opstarten. Ik heb mijn gezicht in de ochtend even al ingesmeerd. Yes. Met mijn nieuwe producten. Mm-hmm. Want ik ga mijn huid echt wat beter even verzorgen, zoals ik al gisteren zei. Goed zo. Ben je irritant. Als je moest kiezen tussen de katten of mij, wat zou je dan kiezen? Echt? Zou je de katten weg doen voor mij? Tuurlijk, wat is dat? Moet ik jou weg doen dan? Of is dat voor haar? Wat is dat voor haar? Ja, wat? Nee, maar serieus. Moet ik zo'n eenzame man worden met katten? Ja, wat? Ik had een heel andere ding eens verwacht. Antwoord. Ik dacht echt dat hij zou kiezen voor zijn katten. Ik zeg je eerlijk, hij is echt zo gehecht aan Dina en Lira. Nou, zoals jullie horen is hij nu aan het douchen. Denk je, Mirjam wil Dina en Lira wegdoen? Nee. Het is een heerlijke zondag. Nessim heeft boodschappen gedaan. Ik denk dat jullie wel zien dat het vandaag niet echt healthy life gaat worden. Ja, wij hebben dus altijd een boodschappenkart thuis. En mensen lachen ons gewoon altijd uit omdat wij dit mee naar huis nemen. Maar wij wonen gewoon letterlijk boven Albert Heijn, dus het is niet echt... We zijn van ghetto. Dus het is voor ons niet echt boeiend. Zo, ik ben echt zo bleek de laatste tijd. Ik heb even mijn haren gedaan, want ik wil gewoon even mijn haren doen. Vandaag is echt lekker een lekkere chill dag. En nu heb ik echt van die comfort food gehaald. Dus we hebben vandaag even pasta gaan eten. Dit is trouwens echt mijn lievelingspasta. Als ik moest kiezen tussen twee soorten, dan is het of spaghetti of deze. Want ik vind dit echt gewoon yummy gewoon. En ze is nu ook even een Turk om Simi te halen. Zij gaat lekker even een paar broodjes voor ons halen. En gewoon lekker ons dag goed starten. Nu van Nessim de oven aan. Voor wat moet ik de oven aan doen, Ness? Voor die pizza slice. Oh, hij heeft pizza slice gehaald. Van een Turk, hè? Ja, love it! Maar moeten ze niet gewoon opgewarmd worden? Ik ga het in de oven, dat is lekker dan. Oké, de oven gaat aan. Even kijken wat hij heeft gehaald. Simiet, dat lijkt helemaal niet op Simiet. Ja, dat is een ander soortje. Oh. Niet aardig op jou. Oh, ik vind dat zo lekker. En dit? Ja, dat is... Dit is de jas. Oh, lekker. Lekker hoor. Even jullie met aardappel proeven. Love it, chili in. Lekker. Zo'n lekker? Ja, man. Ja? Aardappel, man. Hoe wil je erin gedaan? Kaas? Nee, filet americain. Oh. Ik bedoel trouwens deze filet americain. Deze is gewoon halal. En hij zegt dat hij heel lekker is. De eerste is klaar. Ik ga nu even de vaat uitpakken. Ik ga let niet op de viezigheid hier. Ik ben aan het opruimen. Ik ga even dit kijken. Kijk wat ik heb gevonden op YouTube. My 30 before 30 list. Misschien moet ik ook zo'n lijst maken. Gewoon een bucket list voordat je 30 wordt. Ik heb niet zoveel tijd, maar goed. Kijk, en we zijn alweer bijna klaar. Zo. De keuken is weer schoon. En ze heeft een relaxed in, maar ik ga gewoon lekker aan de slag. Ik ga even de bedden goed veranderen. En ik ga al mijn nieuwe kleren die ik heb gekocht, ga ik even in de was gooien. Want mijn eczeem speelt weer heel erg op. Ik heb eigenlijk altijd last gehad van eczeem. Sinds ik echt gewoon heel jong was al. Ik had het zelfs op mijn gezicht, alles. Ik had altijd last van eczeem. Maar het ging altijd wel weg en soms kwam het dan terug. En ik heb nu echt een periode waarin het dus echt heel erg opspeelt.
En ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Dus ik probeer gewoon even overal op te letten. Gewoon alles gewoon vaker wassen. Maar ook gewoon even op te letten waarmee ik bijvoorbeeld mijn kleren was. Ook gewoon een beetje te achterhalen waar het precies ook vandaan komt. Bijvoorbeeld, we hebben nu wel huisdieren en ik heb het even opgezocht. Het kan ook best wel zijn dat het daardoor dus ook verergert. Daar ben ik heel erg bang voor. Vandaar dus dat ik vandaag een grapje maakte. In de vlog dat we de katten dus weg gingen doen. Dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Maar ik ben wel bang dat dat zeg maar... dat mijn eczeem daardoor wel verergerd wordt. Dus ik probeer gewoon even overal op te letten. En anders moet ik gewoon alles gewoon nog vaker gaan verschonen in huis. En nog vaker stofzuigen. Nog alles gewoon vaker doen. Dus ja, ik heb nu gewoon echt gewoon jeuk gewoon overal. En ik word van alles gewoon onrustig. Dus ik ga gewoon alles lekker schoonmaken. Bedden goed. Alle kleren even opnieuw wassen. En dan... ja, dat is het. Ik wil nog graag wel even tips als het gaat om een wasmiddel, een wasverzachter. Voor mensen die echt een gevoelige huid hebben en last hebben van eczeem. Want ik heb het gevoel alsof in mijn wasmiddel gewoon te veel parfum zit en zo. Dus ik had wel eens een keer een merk gevonden, heet een zeepje. Maar ik weet niet of die goed is. Maar laat me alsjeblieft in de comments weten wat jij gebruikt. Kijk, Nessie laat overal snotdoeken achter. Hij hoort mij nu niet. Dat is het. Oh, Nessie gaat nu lekker op mijn lievelingsplek liggen. Met lekkere, schone deken. Kijk nou hoe lekker die ruikt. Yes, baby. Veel mensen vragen me altijd wat ik op mijn bank spuit. En dat is dus dit van Ambipure. Het is voor textiel. En spuit ik ook altijd op mijn bergel als ik het heb verschoond. Hij is echt trots, want ik heb ze echt allemaal kleuren gekocht. Die ik niet allemaal samen kan wassen. Want ik heb hier bijvoorbeeld jeans. Nieuwe. En jeans geven dus soms kleur af. Dus ik durf ze ook niet te wassen met andere kleuren. En ik heb hier nog een zwarte broek. Ja, veel wasjes draaien voor 6 artikelen of zo. Zo, mijn hele huis is schoon. Ik ga nu lekker erken. En deze suikerbewuste Oreo koekjes eten. Daarna even snel koken. Ik vind het altijd zo chill als mijn huis schoon is. En ik gewoon lekker aan het werk kan. Iemand is wakker. Altijd als ze dit geluid horen, komen ze gelijk naar me toe. Zo, ik ben klaar met editen. Mensen zijn lekker aan het playstationen. Ga ik zo even rustig aan koken. De pasta van vandaag. Ik heb even een poll gedaan op mijn Instagram. Welke pasta ik moet eten. En deze heeft overduidelijk gewonnen. Yes, ik ga beginnen met pasta maken. Ik denk dat deze vlog echt alleen maar bestaat uit opruimen en koken en eten. Ik ga lekker groenten snijden. Dat is eigenlijk het enige wat ik nodig heb. Ik heb nog peterselie nodig en knoflook. En mijn pasta is klaar. Het is echt heel lang geleden, guys, dat ik pasta heb gehad. Eten, koekjes, vreten. Mijn pasta is klaar niet. Oh, Mimi, ik ben zo blij met jou, hè. Waarom dan? We moeten toch zonder jou, hè, Mimi. We moeten toch zonder jou, jouw lekkere pasta. ik heb nu al zin in onze eerste pasta in onze nieuwe huis. Weet je wel hoe lang wij geen pasta hebben samen gegeten? Heel lang. Echt heel lang, hè? Echt heel lang. Wij zijn niet heel lang, mijn kont weghalen.